Welkom bij een biocast over het maken van een lijndiagram in Excel. Je hebt een onderzoek gedaan aan de lengtegroei van twee plantjes. Daarvan heb je een tabel gemaakt. En in die tabel selecteer je de twee kolommen van de twee plantjes en die gaan over de lengtegroei. Dan kies je grafiek en omdat het gaat over de groei, dus toename, selecteer je lijndiagram. Je kiest er één uit van de voorbeelden daar, dubbelklikt. En dan verschijnt je grafiek al in beeld. Alleen is die nog niet af. Staat wel keurig in het blauw plantje 1 en in het rood plantje 2. Maar er moet nog een titel bij. Dus selecteer je hier de layout en je kiest de titel. We zetten hem erboven. En de titel is lengtegroei van plantjes. Nu zijn alleen de assen nog niet benoemd. Dat moet ook nog gebeuren. Dus eerst de horizontale as met de titel daaronder. En dat is de tijd in dagen. Dan moet de y-as ook nog benoemd worden. En dat is de verticale as. En daar zetten we hem naast en wel geroteerd. En dat is de lengte in centimeters. En nu is je grafiek klaar, kun je hem selecteren en kopiëren en dan kun je hem in je Word-document plakken. De assen zijn benoemd, de titel staat erbij, de legenda is klaar. Natuurlijk wil je ook nog een grafiek maken van de hoeveelheden milliliter water die je de plantjes gegeven hebt. Dat doe je op dezelfde manier. Je selecteert weer de twee kolommen. Kiest weer hetzelfde. Het lijndiagram. Dan moet je hem natuurlijk nog opmaken. Maar hoe dat gaat, weet je nu zelf. Veel succes met het maken van je lijndiagram in Excel.